Het Ronald McDonald Huis biedt ouders en eventueel broertjes en zusjes de gelegenheid om voor korte of lange tijd vlak bij hun zieke kind te verblijven. Het gezin van Anton en Sanderijn uit Breda verbleef in 2 jaar tijd al 12 keer in het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam. En wie ben jij? 10. En hoeveel jaar ben jij? Heel veel drieën. En 3. En dit is Lot en die is 1,5. Zij werd te vroeg geboren en we waren op 33,6 weken. En we dachten dat we het wel gehaald hadden en dat ze wel kon ademen. En ze kon dus niet goed ademen. En toen moest ze dus toch naar Rotterdam. En daar bleek op de intensive care neonatologie dat ze 2 hersenbloedingen had gehad in mijn buik. En dat ze een waterhoofd ontwikkelde. Dus toen is ze op dag 10 al geopereerd. En uiteindelijk hebben we daarna bijna 3 maanden mee naar huis mogen nemen. En toen is ze nog verschillende keren opgenomen voor allerlei dingen. Ze heeft eigenlijk een syndroom wat ze nog niet weten wat het is. Zo is het gekomen dat wij helaas geregeld in het Ronald McDonald huis zitten. De mensen die hier logeren in het huis, die gaan gewoon eigenlijk door met hun dagelijkse dingen. Ze ontbijten hier, ze maken zelf het eten klaar. Ze hebben een slaapplaats. Nou ja, thuis is geen optie. En een hotel is hartstikke duur. En het zit helemaal niet zo dichtbij. Er zijn verschillende kamers. De meeste kamers zijn 2 losse bedden. En een badkamer. Ja, dat is gewoon een beetje een thuis, ver van huis. En toch dicht bij Lotte zijn. Want als zij op de IC ligt, daar kun je niet bij slapen. En echt het moment dat je wegloopt uit het ziekenhuis, heb je gewoon buikpijn als je haar alleen laat. Dus dan is het gewoon super fijn dat je daar dichtbij kon zijn. Ja, sorry. Het is echt zo bijzonder dat je elk moment dat ze bellen, of 's nachts bellen, want we zijn ook wel eens 's nachts gebeld, dat je gewoon altijd kan komen. Dat is gewoon fantastisch. En gewoon, je kinderen zijn gewoon je alles en die wil je echt niet alleen laten. En vooral niet als ze ziek zijn. Het is ongelooflijk belangrijk dat ouders in de buurt van een kind kunnen zijn, 24 uur per dag. Ouders spelen een hele belangrijke rol in de zorg voor een kind die in een vreemde en hele angstige omgeving zit. Wij geven kinderen vaak rustgevende medicijnen op de IC, dat is ook nodig. En alleen al de aanwezigheid van een moeder bij een kind kan voorkomen dat we extra medicijnen moeten geven. Soms blijven ze maar 1 nacht en dan moet iemand voor een speciaal onderzoek en die komen heel erg ver, bijvoorbeeld uit Groningen of zo. Maar soms maanden. En het is ook wel eens gebeurd dat een familie echt een jaar hier gelogeerd heeft. Er zijn heel veel faciliteiten. In de wasruimte is de mogelijkheid voor ouders om de was te doen en ook te drogen. Iedereen heeft zijn eigen koelkastje, een diepvrieskastje en ook nog een kast waar ze extra levensmiddelen en zo neer kunnen zetten. En de woonkamer, waar ze lekker op wat makkelijke banken en stoelen even kunnen zitten. Ja, je komt allerlei mensen tegen. Echt, er is gewoon helemaal geen onderscheid. Iedereen heeft een ziek kindje en zit daar niet voor zijn lol. Af en toe heb je een praatje, als je daar zin in hebt. Maar iedereen is ook best wel met zichzelf bezig. Je hebt gewoon genoeg aan je eigen verhaal. Nou, het is belangrijk voor de ouders dat ze zich helemaal kunnen richten op het zieke kind. En daarnaast is het voor het andere kind ook heel fijn om even uit die hele moeilijke situatie te zijn. Het is gewoon niet handig om haar mee te nemen. Die is nog te jong om, om bij haar te zitten, zeg maar, als zij ziek in bed ligt. Dus dan kan zij naar het speeldek. En zij noemt het zelf speeldekschool. En vindt het helemaal geweldig, want ze hoeft helemaal niet te delen. Daar is zoveel speelgoed. Echt heel veel kinderwagens. En zij zegt, maak dan weer naar speeldekschool. En als we er langs lopen, zegt ze, dit is mijn speeldekschool. Ja, speeldekschool is echt een feest voor dat haar. Dat is echt een feest. Dus, zij associeert het Ronald McDonald, associeert zij met een uitje. Op de eerste verdieping hebben we allemaal sporttoestellen waar mensen gebruik van kunnen maken. Zelfs bokshandschoenen, dus als je het echt even te kwaad hebt, dan is het een boksbal waar je tegenaan kan beuken. Beneden hebben we fietsen staan, in de fietsenstalling. En dat is natuurlijk heel prettig voor mensen om eventjes eruit te gaan.
Als even de mogelijkheid is dat het goed gaat met hun kind. Dat ze zeggen, we gaan even een stukje om. Of een boodschappen te doen. Nou, het huis staat eigenlijk tegen het ziekenhuis aan. Toch moet je eventjes buiten omlopen. Je ziet weer het leven op straat. En je komt gewoon even buiten, wat natuurlijk ook wel heel erg prettig is. Dit huis en Speeldek draait door de inzet van circa 165 vrijwilligers. En dankzij zowel zakelijke als particuliere donaties. Belangrijk, want het huis wordt niet gesubsidieerd en is volledig afhankelijk van vrijwillige inzet en donaties. Vorige week had ik dienst en ik stond in de lift. Toen zeiden twee ouders tegen mij van, oh, daar heb je weer zo'n vrijwilliger. En die man die legde een arm om mijn schouder. Hij zegt, dankjewel wat jullie voor alles voor mij doen. Toen werd ik verteld, krijg ik weer kippenvel. Denk, nou, daar doe je het allemaal voor. Door te logeren in het huis kunnen ouders hun kindje ook in het Sophia Kinderziekenhuis een nachtzoen geven. Want een nachtzoen, dat wil toch ieder kind?